Ik zou heel graag mijn eigen muziekproductiebedrijfje hebben, waarin ik produceer en mix voor anderen. Maar ik zou ook heel graag op het podium staan, want ik ben ook echt een artiest en dat vind ik ook echt het allerleukste om te doen. Wat wij eigenlijk doen is op alle gebieden wat muziekproductie uitmaakt. En dat is heel veel, hè? Want je moet concepten een beetje kunnen bedenken. Je moet iets met melodieën, harmonieën. Je moet iets in je computer, moet je met orkesten of bands moet je erin zien te krijgen. Al die zaken die krijg je in de opleiding aangeboden. Je hoeft geen multifunctioneel wezen te zijn, maar het draagt wel bij, denk ik, aan je ervaring. En het is waanzinnig tof om met verschillende dingen te kunnen experimenteren. Maar als je een heel specifieke wens of droom hebt, dan is dat ook hartstikke prima. Kort gezegd is onze missie is, hoe kan de student hier, die met een droom binnenkomt, dit omvormen naar een hybride beroepspraktijk, zoals wij dat zeggen. We zeggen heel bewust hybride, omdat we zien dat vaak in het werkveld een beroepspraktijk uit meerdere disciplines bestaat. Dus bijvoorbeeld de combinatie van op het podium staan, maar ook misschien muziek voor games maken, of misschien voor video, noem het maar op. Dus eigenlijk ja, is het heel stom gezegd, van speeltuin naar beroepspraktijk. Dat is wat je dus verdeelt over die 4 jaar en alles wat daarbij komt kijken. Er komt een groot stuk research bij kijken. Heel veel technische kennis die ontwikkeld moet worden. En kennis van de business, zeg maar, van de industrie, de muziekindustrie. Ik vind het superleuk om in de klas te zitten met de verschillende docenten die we hebben. Omdat het soms dan voelt het niet alsof je met een docent in gesprek bent. Maar dan voelt het alsof je een beetje met een collega in gesprek bent. Omdat ze dus allemaal echt uit de beroepspraktijk komen. Dus het zijn niet echt docenten die een opleiding hebben gedaan in het onderwijs. Ja, ze hebben allemaal waanzinnig veel ervaring ook in de scene waar wij in willen. Dus dat is heel waardevol. We hebben ook heel veel goede docenten, niet alleen in huis, maar we hebben bijvoorbeeld ook net een nieuwe muziekproducer, Robin Francesco, die bijvoorbeeld voor Diplo, Major Lazer, maar ook voor Ronnie Flex en de hele urban scene dingen doet. En dat zijn mensen die aan de ene kant inspireren door hun energie, maar aan de andere kant natuurlijk ook heel veel ervaring en kennis en natuurlijk ook netwerk hebben. En dat is ook weer een van de voordelen die we in huis hebben. Kijk, Media Music is een opleiding die een breedte biedt. Dus wij hebben verschillende profielen, waarvan één is composer, de ander is electronic artist, producer voor bands en artists. Dus je ziet met de verschillende profielen dat wij eigenlijk een heel breed palet aanbieden. Eigenlijk voor de meeste studenten wordt, hoe verder zij in die studie komen, gewoon duidelijker van welke richting wil ik eigenlijk op. En zij kiezen dan uiteindelijk zelf voor, ga ik toch meer muziek maken voor media? Ga ik muziek maken voor films? Ga ik muziek maken voor games? Wil ik zelf als artiest het podium op? Wil ik muziek maken voor andere artiesten, omdat ik toch zelf achter de scherm wil blijven, maar wel graag muziek wil maken voor mensen die op het podium staan? Ja, je kunt eigenlijk van alles doen. De mensen die hier komen, die komen hier wel om echt hun droom te volgen. Dus niet om waanzinnig beroemd of rijk te worden per se. Dus ja, dan is het ook gewoon belangrijk dat je dat blijft doen als je hier bent. En dat je niet kiest voor de money way. Nice.